Hey. Hey. Goedemorgen. Gaat het wel beter met je? Ja. Heb je goed geslapen? Ja, heerlijk. Bedankt voor alles. Geen probleem. Ik heb jullie voor vandaag ziek gemeld. Dan kun je een beetje op adem komen. Oké, bedankt. Ik ga werken. Tot vanavond. Werk ze. We zien een kopje thee? Ja, lekker. Hey, Lucas. Hey. Sorry voor gisteren. Ik dacht dat jij weer met Thomas was. En dat was helemaal niet zo. Ik heb me echt als een idioot gedragen. Ja, dat klopt. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Maar... ja, ik vind je gewoon echt heel leuk. En... Ik moet dit vragen. Wil je mijn vriendin zijn? Nou, daar moet ik even over nadenken, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Dat kleffe gedoe, word toch niet goed van? Nee, inderdaad. Ik hoor dat het officieel is, sinds vandaag. Wat een feest. Hier. Thanks. Ik heb gelogen. Gelogen? Over wat? Alles. Oké, okay, goed gedaan. Als jullie gelijk het parcours klaarzetten, kunnen we zo direct beginnen. Hoi dan. Hier. Wat doe jij? Dat is echt niet normaal hoor. Lucas, kan je me even helpen? Ja. Sorry. Tje, vast. Wat zeg je? Wat moet je nou? Hey, blijf van mijn vriendje af, slet! Zo klaar met jou! Stop er nou! Ik ben zo klaar met jou! Jullie kunnen je tijd nuttig besteden. Ik wil graag een opstel van minstens 2000 woorden over de Eerste Wereldoorlog. Succes! Ik kan niet geloven dat ik hier zit. Door jou. Nou, dat is toch echt je eigen schuld? Jij sloeg eerst. Jij noemde me een slet. Hey.
Doe je het weer? Nee. Nee, echt. Alleen één keertje en op. Na de bruiloft. Ik zag jou zoenen met Lucas en de ruzie met mijn moeder. Ik had gewoon even rust in mijn hoofd nodig. Maar het haalde echt niet meer. Sorry. Het is niet jouw schuld. Het is aan de hand. Ik heb seks gehad met Thomas. Wat? Wanneer? Op mijn verjaardag. Omdat het uit was met Lucas. Oké. En ben je daar dan zo overstuur van? Iets, wat is er? Ik denk dat ik zwanger ben. Oké, wacht. Dus je denkt dat Hans Verboon jouw biologische vader is? Ja. Nou ja, het kan net zo goed Maarten zijn. We moeten de dagboek gewoon helemaal doorlezen. Ja, maar dat gaat niet, want die ligt bij mijn oma. Zit je oma niet van 3 tot 5 bij de vrouwenvereniging op vrijdag? Ja, dat zou kunnen. Nou dan, kom, dan gaan we de dagboek eens even ophalen. Zwanger van Thomas. Weet je het zeker? Ik voel me al hele week heel misselijk. En ik ben al een tijdje niet meer ongesteld geweest. En je hebt een test gedaan? Nee, dat durf ik niet. Ja, Is, je moet het toch zeker weten? Ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Ik kan dit niet. Ik kan dit echt niet tegen Thomas vertellen. Oké, nou laten we dan op zijn minst zo'n test kopen. Dan weet je het in ieder geval zeker, ben je daar vanaf. Wil jij het voor me halen? Goedemiddag. Oh, waar kan ik u mee helpen? Emma, hoi. Ik wist niet dat jij hier werkte. Ja, sinds 2 weken. Is Michiel er ook? Nee, ik sta hier vandaag alleen. Nou, wat heb je nodig? Condooms, morning after pill. Deze graag. Oké. Kan het contant? Ja, 9,95 alsjeblieft. Wisselgeld? Nee, dankjewel. Hey Thomas, kom je een bakkie doen? Hey, nee, ik kom voor Lucas. Is hij thuis? Ja, hij is boven. Oké, dankjewel. Hey, nee. Zo, wat doe jij hier? Ik had Ashley aan de telefoon. Ja, dus? En ze vertelde dat Emma in de winkel was geweest. En? En dat Emma een zwangerschapstest heeft gekocht. Je liegt. Dat kan helemaal niet. Lucas. Ik moet gaan. Ik kan hem niet vinden. Ik denk dat ze hem verstopt heeft. Is er nog ergens anders een plekje waar we aanwijzingen kunnen vinden?
Het fotoboek. Wat doe je dit lang? Hoe lang nog? 60 seconden. Misschien is het gewoon stress, want van stress kan je ook misselijk worden. En door stress kan ook je ongesteldheid uitgesteld worden, las ik. Ja. Wat als hij nou wel positief is? Dan komt het ook goed. Olivier. Hey Lucas, hoe is het ermee? Is Emma aan het werk? Nee, die heeft zich ziek gemeld. Weet jij waar ze nu is? Thuis, denk ik. Is alles oké? Ja, dankjewel. Emma hier? Nee. Emma is aan het werk in het brandpunt. Oh. Oké. Okay. Dag. Kijk, hier zitten ze ook naast elkaar. Oké, okay, ja, oké. Okay. Tot nu toe zit Vera 7 keer naast Hans en 4 keer naast Maarten. Ja, maar dat is toch ook gewoon een dom systeem? Ik bedoel, degene met de meeste streepjes is dan mijn vader. Ja, weet ik, maar zonder dat dagboek komen we niet veel verder. Het enige wat we zeker denken te weten, is dat je waarschijnlijk een verboom bent. Ik heb er echt heel vaak over nagedacht dat ik mijn vader zou ontmoeten. Maar ik heb er echt nooit over nagedacht dat ik een hele familie bij zou krijgen. Ja, dat snap ik. Ik kan misschien straks aan mijn moeder vragen als ze wat meer weet. Ik weet het niet. Nee, komt goed, hè? Oh, daar zou je haar hebben. Ze is vast weer de sleutel vergeten. Hey, Lucas. Is Emma hier? Nee, die is aan het werk. Nee, dat is helemaal niet zo. En ze is ook niet thuis. En ze kijkt niet meer op haar telefoon. Ik weet niet meer waar ik moet zoeken. Hey. Nou, kom binnen. Wat is er aan de hand? Ik ben Emma kwijt. Ik was bij het brandpunt om te kijken. En Olivier vertelde me dat ze had ziek gemeld. En... Dat is raar, man. Ik ben bang dat er iets ergs aan de hand is. Laten we niet te hard van stapel lopen. Wat voor reden zou er zijn dat ze zo raar zou doen? Ja, nee, geen idee. Is ze misschien bij Thomas? Nee, die was net bij mij om te zeggen dat... Ja. Wat? Nee, niks. Wat is er? Hebben jullie niks verteld? Hoe bedoel je? Mijn moeder die moet overwerken. Dus jullie kunnen blijven hangen. Hey. Hey, wat is er? Ik ga vannacht even hier slapen. Ik ga wel op de bank. Ja, dat was moeilijk, want Nicky slaapt hier al. En Lucas zit helemaal overzien op de bank, want hij denkt dat het met jou aan de hand is. Wat? Waarom? Ja, door wat Thomas heeft gezegd. Zit je al de hele dag te zoeken. Thomas? Maar Thomas weet niet eens... Ashley, wat een kutvijf. Wat is er aan de hand? Emma. Ik heb... Hey. Hey. Alles goed? Ja, prima. We moeten even praten. Hey, ik hoorde van Dylan dat je me zocht. Ja, ik hoorde van Thomas. Die sprak met Ashley bij de drogisterij. En toen nam je je telefoon niet op. En ik dacht dat er iets ergs aan de hand was. En ik wil weten dat wat er ook gebeurt, ik zal er altijd voor je zijn. Maar aangezien we geen seks hebben gehad, is hij van Thomas. Lucas, ik ben niet zwanger. Oh. Oké, dat... Dat is een opdracht. Ja, ik was laat met mijn ongesteldheid en ik dacht, voor de zekerheid. Oké, okay. Cool. Cool. Ga
gaat het? Ik kan niet stoppen met denken. Is die jongen dan... Is Lucas mijn broer? Denk het wel. Zo, is alles weer goed? Zeker. Gaan jullie ook nog vertellen wat er aan de hand is? Ja, nou eigenlijk gewoon heel veel ellende en miscommunicatie bij elkaar. Maar ik... Het was laat mijn ongesteldheid, dus ik dacht ik koop een test. Maar ik ben niet zwanger, dus yay. Dylan, heb je nog drank in huis? Misschien kunnen we het vieren. Ja, ik heb nog bier in de schuur liggen. Emma, loop je even mee? Ja, dat is goed. Dat is even een opluchting, hè? Ja, zeker. Zei dat je laat was. Laatst stond je met je trainingsboek achter de bar, omdat je was doorgelekt. Toen wist je toch wel dat je niet zwanger was? Je hoeft het mij niet te zeggen, hoor. Nee. Maar ik weet dat jij die zwangerschapstest niet voor jezelf hebt gekocht. Hoezo heb je dat Lucas niet verteld? Biertje? Ja, lekker.